Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Project Killing It, samenwerking met Dance for Life. We staan hier in het teken van... Snelle boys zijn hier in de building. Stel jij even voor aan de mensen thuis. Ja, maar wij zijn reformatie van Snelle. Ik ben Domina. Isje. Ja, Jay. Ja, Elfie. Ja, man. Ja, toch, dit zijn de enige echte boys. Ze zijn van X-Talent van het jaar, dus... Ze zijn hard bezig, ze komen op verschillende plekken, ze treden overal op. Maar vertel, waar zijn jullie nu op dit moment een beetje mee bezig, boys? We waren bezig met onze EP. Ja. Is nu klaar. 31. Komt het uit, je weet toch. Oké, en staan er interessante mannen op? Ja, zeker, zeker. Maar dat blijft nog een verrassing. Je weet toch, ja. Het is maar kijk, er toch wel één hier. Eén. Er komt veel aan. Er komt veel aan. Het blijft nog één grote verrassing, maar dan is het wel tijd om deze man iets beter te leren kennen. Dus ik heb een hele belangrijke meteen. Wie van jullie is eigenlijk de allergrootste Casanova? Het blijft heel stil. Die mooie boy. Wie? Zeg maar, bij wie, als jullie oplopen, beginnen die meid als eerste hard te gillen of als ze de trui uittrekt? Ja, wie is de meest populair? Die anti-daar is eigenlijk. Ja? Mina. Af en toe. En waar ligt dat dan? Ik weet niet, dat zou ik echt niet weten, maar... Het is gewoon wie ik ben. Ja. Je hebt het niet. Klopt, precies. Ze slides in die DM en zo. Ja. Gewoon schappelijk. Ja, toch? Fanlove. Zoals ze dat noemen. Oké. En iemand heeft me een naam doorgegeven, Nigel Hasselbaink. Yes. Voor de mensen thuis, leg even uit wie Hasselbaink is. En wat hij betekent voor jullie eigenlijk? Ja, Hasselbaink is zeg maar ook onze manager, hij houdt bij ons management. Hij helpt ons gewoon bij alles, zeg maar. Is gewoon als een broer van ons. Ja. Ja, je kan het wel zien als manager, maar ja, we hebben een bepaalde band, waardoor het toch wat lekkerder is met hem. Oké, cool. Dus hebben we iemand die ook ervaring heeft in die hele entertainment business? Ja, in principe, ja. Dus dat zie je ook jullie zaken gewoon goed geregeld worden? Ja, zeker. Dat is wel love. Yes. Oké. Okay. En jullie rappen, je ex-man is een fuckboy. Ja. Waarom? Waar komt dat vandaan? Nou ja, het is gewoon gebaseerd op, ja, als je player bent, je hebt veel meisjes. En ja, dat is dan, nu is dat fuckboy. Het is net als van, jij wilt een meisje, maar zij heeft dingen meegemaakt waardoor ze de hele dag ging bij jou. Ze wil jou niet omdat ze dingen heeft meegemaakt. En wij komen en wij daar leggen van, uit. Jouw ex-man is een fuckboy. Gewoon follow me to a new life. Oké, duidelijk. New life ding. Okay. Jullie zijn die good life toch sowieso? Ja. Alleen geniet. Oké, en in die scene, jullie hebben al een paar interviews gezegd, jullie kijken ook naar mannen als Broederliefde, SBMG. Hebben jullie al iets van een samenwerking, komen ze op die EP? Kunnen we daar iets... Kijk, we gaan koken met Tabitha maken. Ja. Dat staat sowieso vast. Oké, dik. Jack Shirek ook. Gaan we meezitten ook. Er komen dingen, maar we kunnen niet alles zeggen. Ja. Dus we moeten gewoon opletten en ze in de gaten. Oké. Ja, want we moeten jullie in de gaten houden. Wat kunnen we, jullie hadden het over een EP, wat kunnen we nog meer verwachten? Meer muziek, man. Meer muziek, ook een paar kleine movies. Gewoon ook documentaires ook. Is dat al iets wat aan de gang is? Zijn jullie er al mee bezig? Ook al klaar. Ja, ook al klaar. Alles staat voor klaar. Nee. Dus. Oké. En kijken wanneer uitbrengen. Wanneer komt die EP ook weer uit? 37. 31. Oké, dus check het thuis mensen. Check het Spotify, alles, al die kanalen. Telefoon aan, laat het niet uitvallen. Houd aan, man. Wanneer we een drop is gelijk. Belangrijk. We gaan steunt op zijn. Oké, maar ik heb dus ook gehoord van mensen met wie jullie op die EP gaan samenwerken. Of zijn jullie ook mensen waarvan jullie zeggen, hey, daar gaan we sowieso nooit meer samenwerken. Nee, dat niet. Ja, daar staan sowieso altijd voor open. Oké, dat wel open. Ja, dat is ja. Jullie staan sowieso wel open voor veel dingen, want jullie gaan ook een choreo dansen bij ons. Ja. Wie zouden jullie nog meer wel eens willen zien dansen? Mario Cash. Mario Cash. En waarom hij?
Hij danst grappig. Hij danst grappig. Het is gewoon goed. Goede moves. Goeie gewoon. Mario, ik ga je checken, man. Ik ga je checken voor deze. Ja, je naam is genoemd, dus we gaan je nu ook checken voor een van die afleveringen. Oké. En als jullie naar jullie carrière kijken, wat jullie willen doen, wat zijn jullie doelen uiteindelijk over 5 à 10 jaar? Nou, we willen sowieso dan een grotere bereik hebben. We willen overal kunnen zijn. Internationaal bekend. Internationaal bekend. Dus. Oké. En door wie raken jullie dan geïnspireerd? Frenna, ja. Als we over internationaal gaan, dan vind ik Frenna even, man. En gewoon als ik aan muziek denk, wat jullie vroeger luisterden, wie zijn dan jullie grote voorbeelden? Vroeger luisterde ik naar Mon Sifasone. Ja, man, Green Gang tijd en zo. Ja, nu is het anders, ja, man. Dus iedereen wel iets aan het doen. Oké. En als jullie een keuze hadden, met welke artiest gewoon zouden jullie samen willen werken? Gewoon uit iedereen van de whole world. Ik Migos. Zou, ja, Migos. Uit Amerika, Migos zouden ik sowieso willen. En daarom ik Miek. Ja, zou wel doof gaan, man. Real shit. Zou wel doof gaan. Gek. Alleen maar losgaan, lijpe dingen. Oké, we gaan nu naar de studio waar van snellere choreo gaat aanleren van uw choreograaf. Ze weten nog niet wie het is, dus super spannend. Let's go, guys. Oké, cool. We zijn dus opgekleed en we staan hier met niemand minder dan Miss Suela Wilsterman. Hi. Hoi. Gaat het? Ja, gaat goed. Ja. Vertel even aan de mensen thuis wie je bent en wat je precies doet. Ik ben Suela Wilsterman, ik ben 21 jaar oud en ik geef voornamelijk door de week afro dance lessen. En nog meer, want je gaat langs door de week. Oh ja, ik ga international, Jesus. Ik ben onlangs in Londen geweest voor workshops Parijs en ik ga over 2 maanden naar Italië voor nog een workshop. Ja, super dik. En je moet ook de vlog checken, want die gaat ook super dik. Ja, mijn vlog, ja. Je gaat doodlachen. Zwarte poedertampen staan. Oké. In ieder geval, boys, dus jullie hebben het ook al gehoord. Jullie krijgen dus afrodans van deze mooie dame. Ik denk dat jullie gewoon een beetje plaats in de zaal kunnen nemen. Gewoon kunnen beginnen, man. Let's get it. Let me see. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Hoppie. Goed. Vandaag zijn we hier zo in een situatie met veel mensen. Oké. Wow, je bent echt aan het zweten? Ja. Maar vertel even, hoe doen die boys? Hey, ze doen het echt goed. Ik sta echt goed, echt versteld gewoon. Ze doen het echt goed. Ja? Ja. Wat zeg je, hebben ze een beetje energy, hebben ze een beetje talent? Ja, ze hebben wel talent. Ze hebben wel, zeg maar, feeling om afro te dansen. Okay. Dus dat is heel goed. Ja. En als je zo'n tip zou moeten geven, wat zou dat zijn? Er 100% voor gaan. 100%. Want soms houden ze zich nog een beetje in, of schamen ze zich een beetje, maar ze kunnen het wel. Oké. Ja. Dus misschien moet je iets zeggen van, je moet net zien als wij rap optreden of zo. Ja, precies. Dan laten we kijken of we dat zo'n ding kunnen zeggen. Oké dan! Zie je even gewoon? Eén poos. Nog een poos. Hoe gaat het daar? Lekker? Ja, man. Heerlijk. Kijk om Europa, ik is zweten gewoon zo. Dan weet je dat je hard werkt, man. Ja, dat sowieso. En wat vind je van Zweden? Doet ze het een beetje goed? Ja, man. En wat is moeilijk? Iwara. Concentratie. Maar het gaat gewoon, we doen ons best. Ja, toch? Oké, cool. Ik zou zeggen, laten we even nog doorgaan snel. Ja, zeker. Dan nemen we zo meteen die einddans op, dan gaat jullie nog helpen. Ik ga zo'n stafje zetten. Komt het goed, maar aight, dan zien jullie zo terug. Wow! Hey!
Oké, we moeten ook even terug naar waar het eigenlijk allemaal om draait, waarom we hier vandaag zijn. En het gaat om veilige seks. Letten jullie daar wel een beetje op? Ja, zeker. Ik lach hier, waarom? Ja, kijk, je bent ervan bewust als je het zonder doet, maar het is niet dat je erop let. Je weet wel van tevoren van oké, bij dezegene zou ik toch wel zonder willen, maar je deze zou willen veiliger is. Ja, het is gewoon... Dus je bent er echt bewust mee bezig? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. Ja, het is heel verstandig. Dat is zo. Dat is een rollerbal opeens zo uit je broek van. Nee, dat willen we niet hebben. Nee. Nee. Veilig. 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 Altijd. Belangrijk. Oké, we gaan beginnen met een quiz. Mm-hmm. En deze quiz is best wel tricky, want elke vraag die jullie fout hebben, krijgen jullie een kozu. Condoom voor de mensen thuis. dus we hebben 10 vragen voor jullie en Katelijn en Jamma. Oké, ik ga beginnen. De eerste vraag: welke personen behoren niet tot een risicogroep? Het is meer keuze, dus let op. A. Mannen die seks hebben met mannen. B. Personen die ouder dan 25 jaar zijn met veel wisselende contacten. Personen die jonger zijn dan 25 jaar, dat was C. Of D. Personen met klachten die wijzen op een SOA. B. Dat is niet een risicogroep. Mensen die klachten hebben die wijzen op een SOA. Wat is geen risicogroep? Het is geen risicogroep. Ik denk Mannen die seks hebben met mannen. Ja. Dat is wel een risicogroep. Ja. Het enige goede antwoord is personen ouder dan 25 jaar met wisselende sekscontacten. Maar wat had jij? Ik gaf eigenlijk nog geen antwoord. Ja, ja toch? Ja, zomaar A. Oké, dus wie had... Niemand had het goed? Niemand had het goed. Iedereen had nog geen antwoord. Iedereen krijgt zijn poos. Alsjeblieft. Dank u wel. Alsjeblieft. Oh, ga ik ze nou elke keer helemaal uitdelen hier zo? Pak ze wel. Pak de volgende. Pas een eentje extra dus. Oké. Jij hebt de tweede vraag. Doe ik die ook? Oké, twee. Wat is waar over HIV, over HIV? A. HIV kan worden overgedragen door speeksel. B. Bij anale seks is meer risico op besmetting. C. Alle mannen kunnen HIV overdragen. Of D. Van orale seks krijg je geen HIV. En de vraag was? De vraag was, wat is waar over HIV? Dus maar één van deze stellingen is waar. De rest is met die anale, met anale zo. Bij anale seks is er meer risico op besmetting. Oh, meer risico? Er is er meer risico op besmetting. Zeker. Dat zei ik, hè? Nu ook condoom in je zak. Ja, ik denk het wel, man. A? Denk jij? Ik ga gewoon gokken, man. Ik weet het echt niet. Ik denk C. C? En jij denkt? Had jij C? Nee, ik heb A. B? En heb je het als enige goed. Ja, bij anale seks is er meer risico op besmetting. Serieus? Ja. Nou, twee. Oké, de derde vraag. Wie van jullie doet wel eens aan sexting? Weet jullie wat dat is? Het is sexting voor dit. Zeg maar, sexting, maar dan seksueel getint. Dus gewoon naaktfoto's sturen. Ik krijg binnen. Ja, je was Casanova, toch? Ik krijg binnen. Oké, maar zelf sturen jullie nooit iets? Nee, ze vragen waarvan wil ik ook iets zien, maar dat doe ik niet. Ik stuur gewoon zwart kom kijken. Ja, kom ervaren, dan zie je zelf. Ja. Ja. Maar niet door dat ik iets stuur. Oké, nou dan komt de vraag die erbij hoort. Het doorsturen van naaktfoto's van minderjarigen is... A. Altijd strafbaar. B. Alleen strafbaar als de verzender meerderjarig is. C. Niet strafbaar omdat de foto al eerder verstuurd is. Of D. Niet strafbaar omdat er geen portretrecht op zit. Altijd strafbaar. In de porno dan. Altijd strafbaar. Altijd strafbaar. Denk jij? Hetzelfde. Ook A. Dat is allemaal goed. Top. Hey. Want volgens het wetboek van strafrecht valt dat onder kinderporno. Ja. Klopt. We zijn alweer bij de laatste vraag. Dance for Life werkt samen met jongeren aan een gezonde toekomst. Dit doen we door een internationaal lesprogramma voor jongeren, gegeven door jongeren. Hoe heet het programma van Dance for Life? Is dat A. Safe Sex for Life, Journey for Life, Free Sex for Life, Stop Sex for Life? Safe Sex for Life. Oké, het juiste antwoord was eigenlijk Journey for Life. Het gaat om een internationaal lesprogramma. Dus iedereen moet weer even ontdekking. Ja, dat was het einde van de quiz. Ik denk dat we even moeten tellen. Hoeveel hebben we? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Als je drie vragen goed. Zes. Zes. Hij is aan. Ik denk, alsof dat je de verliezer bent, moet jij gewoon alles nemen, man. Ja. Blijf veilig doen. Denk met je hersen en niet met je geslacht, hè? Ja. Wij zijn er zeker. Volgende week in Project Killing It hebben we DJ April Gray op bezoek en krijgt ze een intensieve workshop van choreograaf Valerie Bouwknecht. En krijgt Valerie een blessure? Mis het niet en vergeet niet te abonneren. Heb je ook cosmeticsmiddel? Ja, ik weet het. Lastig. Ik zou het ook heel lastig vinden. Oké. Volgende vraag. Dit moet je zeker kunnen doen.